Op deze heerlijke zondagmiddag ga ik een kijkje nemen in het Zwavenmuseum. Ze bestaan namelijk 70 jaar en ik ben er nog nooit geweest. En het 70-jarig bestaan leek me een goede reden om echt eens een keer een kijkje te gaan nemen in het Zwavenmuseum. Goedemiddag. Goedemiddag, Charlotte, welkom. Dona eis requiem. Gabriel, we zijn dus in het Zwavenmuseum in zaal 1. Maar wat zijn nu eigenlijk, of wie zijn eigenlijk de Zwaven? Zwaven zijn jonge mannen tussen de 17 en 40 jaar, die op verzoek van de paus, en dat verzoek kwam via hun pastoor of via de kapelaan of de priesters van de parochie, werden gevraagd in de periode tussen 1860 en 1870 om de pauselijke staat en het pauselijke koninkrijk te komen beschermen in en om de omgeving Rome en Italië. Die zwaven werden hier in Oudenbosch opgevangen door de broeders van Saint-Louis. Die kregen een goede maaltijd, een goede preek en ze werden op de trein gezet richting Brussel voor de keuring. En vanuit Brussel, als ze goed werden gekeurd, gingen ze via Parijs en Marseille op de boot richting Rome. Toen ze in Rome aankwamen, werden ze weer opnieuw gekeurd. Als ze goed waren gekeurd, kregen ze een uniform en een wapen. Ze gingen oefenen, leren marcheren. Ze werden ondergebracht in tentenkampen, in kloosters. En gingen hun taken doen waar ze voor waren gevraagd. Over het algemeen waren dat taken als beveiligen, bewaken, de bewoners helpen. Er is niet zo heel veel gevochten. Maar de paar keer dat er is gevochten, is een flink strijd gestreden. Dus dat zijn vooral jongens van hier? Dat waren jonge mannen uit Nederland. Het regiment was 11.000 man. Waar ruim 3100 jonge mannen uit Nederland kwamen. Dus Nederland had het grootste contingent. Er zijn er ongeveer 20 in de strijd gesneuveld. En ruim 200 zijn er gesneuveld vanwege de cholera of andere ziektes. Dit jaar is er ook een jubileum. Jullie herdenken eigenlijk de slag bij Mantana. Het is 150 jaar geleden dat de slag bij Mantana werd uitgevochten. De Zwaven hebben die glansrijk gewonnen. Naar aanleiding van die overwinning hebben de Nederlandse meisjes en huisvrouwen hebben geld ingezameld. Er is een prachtig vaandel gemaakt, ontwerp van de beroemde Pierre Cuypers. Dat vaandel staat hier. Dat heeft vroeger in de basiliek in het Vaticaan gestaan. Niet met Joris en de draak naar de voorkant, maar met Petrus op de stoel. Je ziet daar de pauselijke tiara en de sleutels, het Nederlandse wapen. Het wapen van de zwaven en het wapen van de Nederlandse huisvrouw, trouw, reinheid en vlijt. Het is een prachtig exemplaar, uniek. Nou, we zijn hier in zaal 3. Deze zaal behelst eigenlijk de periode na 1870. In het najaar 1870 hebben ze de strijd opgegeven. De zwaven werden ontwapend en ze kwamen weer terug naar huis. Ze gingen weer aan het werk. Maar ze wilden toch hun verhaal kwijt. Dus ze hebben met elkaar hebben ze zwavenverenigingen, broederschappen, zwavencomité's opgericht. Om elkaar het verhaal te vertellen wat ze hebben beleefd. Totdat in 1946 de laatste zwaaf is overleden. Aansluitend daarop is eigenlijk de Nederlandse Zwavenbond opgegeven. Er was geen levende zwaaf meer. Dus er was ook geen aanleiding meer om de Zwavenbond actief te houden. Dus dit museum is eigenlijk het enige nog wat hun herinnert? Dit is het enige museum op de wereld wat herinnert aan dit korte verhaal, deze korte periode uit de zwaventijd. Waarschijnlijk gaat dit museum binnen nu en een paar jaar verhuizen naar een nieuwe locatie. Maar we doen ons uiterste best om de collectie te behouden voor Oudenbosch, voor Haldenbergen. Broeder Christoffel van Lange, de oprichter van het museum, was een enorme verzamelaar. Als er een zwaaf overleed, dan werden de families gevraagd om de stukken beschikbaar te stellen voor het museum. Dus we hebben hier dagboeken, we hebben persoonlijke brieven van de zwaven. Foto's van de zwaaf hebben we hier, kleine pasfotootjes. Is allemaal hier verzameld in het archief en het is een boeiend, boeiend verhaal. Ik zie dat u familie aan het opzoeken bent. Heeft u zwaven in de familie? Inderdaad, van mijn vaders kant, van de Spijkerman kant. Dat is mijn meisjesnaam ook. En wat heeft u nu teruggevonden? Ik wilde graag het gedenksteen zien, maar ook zijn naam en bij welke paus. Nee, het was nummer 9. Nou, dan ga ik ook eventjes kijken of mijn familienamen daarin voor gaan komen. En dan wil ik u alvast ontzettend bedanken voor deze rondleiding, voor het kijkje in het museum. En ik zou zeggen, heel veel succes en ik ben benieuwd waar het nieuwe museum terecht gaat komen. Dankjewel. Graag gedaan.
Domine, dona eis requiem. Ie Jesu Domine.